In de zondag derde klasse B een echte stadsderby. In het blauw Assen Boys ontvangt FC Assen. En beide ploegen hebben in de tweede periode nog geen punt verloren. De eerste kansje was voor Assen Boys, de tweede ook. En die is direct raak. Uitstekende kopbal van Randy Hatsman uit een vrije trap van Nick Modderman. En het is niet de eerste treffer die Randy Hatsman met zijn hoofd scoort dit seizoen. 1 tegen 0. Ja, FC Assen de koploper. Die voetballen in de eerste helft best wel aardig mee, maar tot aan de 16 meter. En ze creëren eigenlijk helemaal niks in de eerste helft. Assen Boys wel, weer Hatsman. Goede poging. Knappe redding van doelman Morten Otto. En ook in tweede instantie heeft hij de bal. Omdat Randy Victory niet weet te scoren. Dan 39 minuten gespeeld. Weer Victory. Gaat er langs. Wordt neergelegd. En het fluitje klinkt. Strafschop. Het is Safan Touran. Hij krijgt ook nog een scheel van scheidsrechter 18. Wat rest is de strafschop. Maar die wordt gestopt. Slap ingeschoten door Nick Modderman. En goed gepakt door Morten Otto. Ruststand 1 tegen 0. En FC Assen komt veel beter uit de kleedkamer. Donderspeech van trainer Harold Wekema. En dat heeft effect. Want nog geen 3 minuten gespeeld in de tweede helft. En het staat alweer gelijk. Romario Tjong-Achi met de gelijkmaker. Uitstekende paas door het hart van de verdediging. Dat wel. En prima afgerond. En het is Marvin Bodde, de doelman van Assen Boys. Hij kan er niet meer bij. En in deze fase, die beginfase van de tweede helft, zijn de gasten sterker. Dit is weer Romario Tjong-Achi, net te laat, wat rest is een corner. En komt uiteindelijk voor de voeten van de ingevallen Björn Abbing. Het is toch een aardige kans. Maar de bal wordt gemist. En dan is het tijd voor een heerlijke gehaktbal. Maar langzaam maar zeker krijgt Assen Boys weer het heft in handen. Zit in de slotfase van de wedstrijd. Robert de Molen. Kapt, draait en het schot is eigenlijk te slap. Niet goed genoeg. Morten Otto kan redding brengen. En dus blijft het 1 tegen 1. 85ste minuut van de wedstrijd. Hatsman. Goeie actie. Legt de bal terug op Robert de Molen. Net miste die. Maar nu niet. 2 tegen 1. Met minder dan 5 minuten officiële speeltijd op de klok. Ja, dan moet de overwinning toch binnen zijn. Assen Boys begon slecht aan het seizoen. Verloor de eerste 6 wedstrijden. En daarna won het 6 keer op rij. En nu nummer 7. Maar dan moet je niet dit soort foutjes maken. Want wat doet doelman Marvin Bodde hier? Wat een enorme domme overtreding op de rand van de 16. Een strafschop. En ook nog eens een gele kaart. Assen Boys heeft het meeste recht op de overwinning. Maar het is Raymond Bel. En hij schiet de gelijkmaker binnen. De wedstrijd eindigt in 2 tegen 2. Maar met name door een fout van de doelman van Assen Boys. Nee, dat doet onze keeper niet helemaal goed. Maar goed, dat gebeurt in de wedstrijd. Hij pakt ook wel eens ballen. Daar gaan we niet moeilijk over doen. We doen onszelf wel een beetje tekort. Ja, hij kan uiteindelijk allebei de kant opvliegen. Alleen zij kan de beste kansen zeg maar, eruit. Maar dat hebben we gewoon niet slim gedaan in de counter niet. Nee. Kortom, een punt gewonnen. Punt gewonnen. Wel een puntje gewonnen, maar ook een plek gezakt in de ranglijst. Want Trinitas gaat samen met Assen aan de leiding, maar zij hebben een wedstrijdje minder gespeeld. En Assen Boys klimt op de ranglijst nu op een 8e plek met 16 uit 12 wedstrijden.